Oké, een leuke vraag. Willem, is het mogelijk om een planningsmodule voor het inschrijven van studenten voor keuzedelen te realiseren met een beperking van het aantal inschrijvingen per keuzedeel? En ik wil ook graag dat de studenten een bevestiging ontvangen via e-mail. Nou, dat is een leuke uitdaging, daar ga ik even voor zitten. Ik doe dat natuurlijk met Google Forms en Google Sheets. Dus ik heb een nieuwe map gemaakt, keuzedelen, en ik begin nu met het maken van het formulier. Nou, dat formulier dat noem ik voor het gemak keuzedelen. En de vraagsteller wil dat e-mailadressen automatisch verzameld worden. Dus daarvoor ga ik naar instellingen en zet ik hier een vinkje. E-mailadressen verzamelen, want dan kan ik ook antwoordbevestigingen aanvinken. En dat wil ik altijd. En niet alleen gebruikers binnen EasyToDo. En ik maak nu gebruik van een domein. Stel dat je binnen je school een domein hebt. Dan kun je dit vinkje laten aanstaan en dan wordt automatisch het e-mailadres van de studenten van het domein van school gebruikt. Ik doe het nu publiek, dus ik haal dit vinkje weg en ik klik op opslaan. Oké, nou, formulierbeschrijving, dat is natuurlijk ook nog wel aardig, dus dat vullen we in. Vul de gegevens in en maak keuze uit een van de keuzedelen. Nou, je ziet dat dit formulier nu automatisch begint met het e-mailadres, dus dat hoef ik niet meer in te vullen. Nou, ik wil natuurlijk de naam van de student en dan mag hij een keuze maken uit 4 keuzedelen. Nou, dus nieuwe vraag, die kan ik gewoon keuzedelen noemen. Ik doe het allemaal heel snel, hè. Jullie kunnen dat zo mooi maken als je het hebben wil. En ik vul de 4 mogelijkheden in. Zo. Die heb ik. En dit kan ik nu opslaan en ik ga nu naar reacties toe, want ik wil dat alles terecht komt in een spreadsheet. Dus ik klik hier op spreadsheet maken. Zo, spreadsheet maken. En daar is die al. En ik kan je laten zien, die komt automatisch terecht in dezelfde map waar ik mee begonnen ben. Dus ik heb nu een spreadsheet keuzedelen reacties. Waar de antwoorden in zullen komen. Ik ga dit wel even reacties noemen, want dat vind ik mooier. En wat ik nu doe is, ik maak een tweede blad aan met een paar kolommen. Zo, ik heb nu een tweede blad met een paar kolommen. Keuzedelen, capaciteit, aanbod en plek. En die ga ik vullen. Om te beginnen vul ik die met het aanbod aan keuzedelen. En wat ik nu ga doen is een add-on gebruiken binnen Google Forms die ervoor zorgt dat de informatie gehaald wordt uit deze kolom. En dat kan ik demonstreren door hier nog even eentje bij te zetten, bijvoorbeeld figuurzagen. Waarom niet? Lijkt me een geweldig mooi keuzedeel. Ik ga terug naar keuzedelen, naar mijn vragen. Ik heb deze vraag nog actief, hè? Dat zie je aan die blauwe balk. En nu ga ik een add-on gebruiken. Dit is de knop voor de add-ons en je ziet dat ik er al een paar geïnstalleerd heb, waaronder Form Ranger en dat is de add-on die ik ga gebruiken. Heb je die nog niet in deze lijst, dan ga je naar deze 3 puntjes en dan klik je hier op add-ons. En dan kun je zoeken op Form Ranger en deze toevoegen. Maar goed, ik heb hem al. Dus ik heb de vraag actief. Ik klik op Form Ranger en die gaat nu starten. Zo, start. Nou, wat ik wil is dat deze vraag dynamisch en automatisch gevuld wordt vanuit spreadsheet. En daarvoor moet ik hier een vinkje zetten en de spreadsheet zoeken. Hij pakt automatisch de laatst gebruikte, dat is deze, dus die kan ik selecteren. Je hebt gezien dat de spreadsheet inmiddels meerdere tabbladen heeft, dus ik moet het juiste tabblad kiezen. Blad 2 in dit geval. Oké, en dan moet ik de keuze maken welke kolom ik wil gebruiken. En dat is de eerste kolom. Keuzedelen. Helemaal goed. Zo. Dan kan ik de range ook nog een naam geven, zodat ik dat eventueel makkelijk zou kunnen hergebruiken. Aanbod. Keuzedelen noem ik deze. Save and populate questions. En let op wat er nu gebeurt. Dat stond er daarnet niet, maar nu is figuurzagen erbij gekomen. Mooi, hè? Dat haalt hij dus dynamisch op uit deze spreadsheet. Nou, wat ik dan nog wel moet doen, is dit aanzetten. En dat betekent dat op het moment dat een formulier verzonden is, de lijst met mogelijkheden automatisch ververst wordt.
Dat kan ik ook demonstreren door nu weer dat figuurzagen weg te halen, want dat was natuurlijk een beetje flauwkul. Ik ga terug naar het formulier en ik klik hier op Update Question List. Zo, en nu is die weg. Maar goed, we zijn er nog niet, want hoe zorg ik er nu voor dat die lijst ook automatisch wordt bijgewerkt? Nou, daarvoor ga ik hem nu eerst eens een keertje invullen. Mijn e-mailadres, dat is Willem. Nou, ik doe maar even wat. easy.todo.nl. Mijn naam is Willem. En ik kies voor doorstroom HBO. Dat lijkt me geweldig. En ik klik op verzenden. Zo, als ik nu naar de spreadsheet ga, dan zul je zien dat dat is binnengekomen. Ja, er is een reactie van Willem. En die heeft gekozen voor doorstroom HBO. Nou, stel nu dat de capaciteit 3 is. En dat kan ik voor alle 3 zo maken. Of alle 4, sorry. De capaciteit is 3 stuks. Het is inmiddels ingevuld, dus waar ik nu naar op zoek ben, is een formule die ervoor zorgt dat dat automatisch wordt aangepast. Nou, dat lijkt een ingewikkelde formule, maar dat valt best wel mee. Ik zal hem hier even plakken en toelichten. Als de reacties in bladreactie in kolom D gelijk of groter is dan 3, dan mag je dit niet meer weergeven. Ik demonstreer het en dan zal het duidelijk worden. Deze formule kan ik kopiëren naar de andere, gewoon door zo te slepen. En ik wil natuurlijk ook nog zien hoeveel plekken er overblijven wanneer het formulier wordt ingevuld. Daar heb ik een andere formule voor en die plak ik hierin. Zo, en dan zie je dat er nog maar 2 plekken over zijn, omdat 1 plek al is ingevuld. Ook dat kan ik laten zien. Stel dat ik doorstroom HBO nog 2 keer invul in deze kolom, dan zie je dat hij hier weg is en dat die teller op 0 staat. Nou, dat is precies wat ik hebben wil en dat betekent dat ik dat formulier eigenlijk wil laten vullen door deze kolom en niet door die kolom. Want door hem door deze kolom te laten vullen, zul je zien dat hij automatisch bijgewerkt wordt op het moment dat meer mensen een keuze gemaakt hebben. Nou, deze 2 haal ik nu weer even weg, want dat was puur voor de demo. En ik ga terug naar mijn formulier, hier zo. En ik ga dit nu even aanpassen door op het potloodje te klikken, Edit Range. Want ik had een keuze gemaakt uit de kolom keuze delen en ik ga nu een keuze maken uit de kolom aanbod. Next, save and populate. Hij wordt opnieuw gegenereerd en hij is nu in feite klaar. Als ik nu het formulier beschikbaar stel, zul je zien dat het allemaal werkt. En dat allemaal binnen 10 minuten. Goed, we gaan het formulier nu nog even 2 keer invullen om te kijken of het inderdaad wel werkt. Dus ik ga weer naar de voorkant. Ik vul weer een e-mailadres in. Laat ik mezelf eens Kees noemen. En ik kies weer voor doorstroom HBO. Zo. En ik doe het nog een keer. Info. Het is toe. En nog een keer. Zo, en nu ga ik terug naar de spreadsheet om te kijken wat het resultaat is. En je ziet het, er is 3 keer gekozen voor doorstroom HBO. Dat was het maximum dat ingesteld was bij capaciteit. Laat ik dat even netjes centreren. Zo. En daardoor is het aanbod hier verdwenen. Dus nu wordt het heel spannend bij de volgende die het formulier wil invullen. Of die dan dat ook niet meer ziet. Want inmiddels zijn er nog maar 0 plekken over. Dus ik ga nog een keer een formulier versturen. En, ja hoor, ik heb nog maar 3 keuzemogelijkheden in plaats van 4. Met andere woorden, de routine zoals ik die hier gebouwd heb, met deze formules. En dan gaat het om deze formule en deze formule. In combinatie met de add-on FormRanger werkt perfect voor dit doel. Nu moet ik wel zeggen, stel dat je dit formulier beschikbaar stelt aan 1000 studenten in 1 keer. En je publiceert de URL en je hebt maar een heel klein aanbod en iedereen gaat hem tegelijk invullen. Dan kan ik niet garanderen dat het goed gaat. Maar het principe
werkt. En dat heb ik bij deze gedemonstreerd.